Op dit moment wordt er heel hard gewerkt aan het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan. We zijn nu dus druk bezig om het compleet te vernieuwen. Dus het asfalt wordt verwijderd en uiteraard ook weer opnieuw aangebracht. Een heel nieuw verlichtingssysteem wordt aangebracht. De velden worden gerenoveerd en het hemelwaterafvoer wordt daarop aangepast. Dat is totaal 16 weken werk. Voor de Zwanenburgbaan en de omringende rijbanen wordt al het asfalt verwijderd en opnieuw aangebracht. Dat kunnen we hier dus zien. In totaal 86 voetbalvelden. Achter mij zie je het freesasfalt wat van de Zwanenburgbaan afgehaald is. En waarvan wij weer 60% hergebruiken in het nieuwe asfalt op de baan. Om de kwaliteit te toetsen van het asfalt maken we ook boringen, zodat we kunnen borgen dat het de goede kwaliteit heeft. Dit stukje asfalt is nu dus uitgehaald en wordt naar het laboratorium gebracht om te onderzoeken of het in orde is. Zodra het asfalt is aangebracht, brengen we ook weer alle markeringen en beleiding terug. In totaal ongeveer 16.000 vierkante meter. We zijn hier bezig om de kabels aan te leggen voor de lichtinstallatie en we zijn hier 400 kilometer kabel rondom de baan aan het aanbrengen. We vervangen alle halogeen grondlichten voor LED-verlichting, in totaal 2300 stuks. Om het hemelwater snel af te kunnen laten voeren vanaf de baan, brengen we ook een hele nieuwe gootconstructie aan. In totaal 7 kilometer. De oude lagen erin vanaf 1960 en die waren einde levensduur. Om het baanonderhoud zo kort mogelijk te doen, voeren we veel werkzaamheden ook 's avonds en 's nachts uit. Omdat de Zwanenburgbaan nu in onderhoud is, maken de vliegtuigen nu meer gebruik van de buitenvelderbaan. En ook de Oostbaan kan nog ingezet worden als landingsbaan. Als Schiphol begrijpen we dat het alternatieve baangebruik tot minder overlast leidt, maar voor sommigen ook tot meer overlast leidt. Uiteraard vinden we dat vervelend. Na het groot onderhoud is de Zwanenburgbaan weer helemaal klaar voor alle vliegtuigen om veilig te kunnen starten en landen.